Apeldoorn. Het bedrijven van de TDA, dat is echt een teamklus. Je moet het echt samen doen. Alles wat ik hier doe, daar hebben 4 andere collega's, merken daar direct de gevolgen van. En vele andere installaties en afdelingen merken daar op termijn de gevolgen van. Mijn naam is Henry Kuiper. Ik ben procesbeheerder bij Waterschap Vallei en Veluwe op de zuivering van Apeldoorn. En mijn aandachtsgebied op de zuivering is de TDA, energiefabriek. Daar is hem. Hier is de slipscheider. Ik zal hem even openmaken. Er komt veel kijken bij een TDA-installatie. Het is niet simpelweg slip erin, gekraakt, slip eruit, meer gas produceren en we zijn er. De temperatuursprong die je bereikt van het verse slip, dat is dus ongeveer buiten temperatuur 12 graden. Dat breng je hier mee tot en met 60, 70 graden. Nou, en dat is de eerste, zeg maar, de eerste kraakstap in deze TDA. Daarna gaat het slip door naar de reactor. En vandaar wordt het verder opgewarmd door middel van stoom naar 140 graden. Je merkt ook dat als de zeef, de slipscheider, slecht functioneert, is dat terug te zien in je proces. Los van de indikking, want de indikking die draait voor alles. Maar in het hele proces hier merk je het functioneren van de slipscheider. Dus het is ook van belang dat de slipscheider bij een dergelijke installatie goed functioneert. Storingen, downtime zeg maar, van de installatie hebben we heel erg teruggebracht tot bijna alleen onderhoudsstops. En we hebben een hoge productiezekerheid weten te bereiken en daar zijn we... Daar zijn we best trots op dat we dat bereikt hebben. En daar plukken we ook echt merkbaar de vruchten van. Mensen van opleiding hier meeneemt, ze kijken soms hun ogen uit in wat er nou werkelijk allemaal gebeurt. En vinden het ontzettend interessant. En het is ook heel nuttig. Je merkt dat het heel nuttig is om die mensen mee te nemen daarin. En te laten zien, wat doe je? Hoe doe je het?